Heeft de nederlaag van vorige week er ingehakt bij jullie? Nou, dat weet ik niet. Ik vind, als je kijkt naar de trainingsweek nu, we hebben ook over de wedstrijd gehad, we hebben het tank afgesloten. En als je kijkt naar de trainingsweek nu, dan zie je dat niet echt terug. Ik vind ons, ja, misschien wel, maar dan ook weer in een positieve zin, laat ik dat maar zo zeggen. Want ik vind ons ontzettend veel trainen, veel plezier nog steeds uitstralen. Dus ja, in dat opzicht een positief effect misschien dan maar. Wat haal je uit die wedstrijd? Ja, heel veel dingen. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat we beter moeten gaan ingrijpen. Als team samenwerken. Maar goed, dat hebben we allemaal binnen kamers besproken. En daar hebben we lering uit getrokken. Maar ja, je moet ook doorgaan. Dus van die fouten leren. Maar niet in de teleurstelling blijven hangen. Heb jij een beetje een derbygevoel eigenlijk? Jawel. Ja. Ik woon nu zelf ook in Rotterdam. Dicht bij het stadion. Dus ik vind het sowieso leuk. Maar ik denk dat het voor veel jongens geldt die hier zo vandaan komen. Of die hier spelen. Die komen uit Rotterdam. Of hebben iets met Feyenoord gehad. Weet je, Excelsior ook altijd een dingetje. Dus ja, wel een leuke wedstrijd. Kijk er wel uit. Ja, want hoe kijk jij naar Excelsior momenteel? Ja, wel een ervaren ploeg. Wel kwaliteit nog steeds daar, vind ik, sinds ze gedegradeerd zijn. Dus het wordt wel een grote uitdaging voor ons. Maar goed, vorige week grote nederlaag voor hun. Dus hopelijk kunnen wij daarop doorborduren. Want misschien is de druk bij Excelsior wel groter dan bij jullie. Ja, dat denk ik sowieso wel, dit seizoen ook. Maar ja, goed, daar hebben ze ook de spelers voor binnen gehad, wat ik net zeg, met ervaring. Dus daar moeten zij ook mee om kunnen gaan. En ja, voor ons is het weer een wedstrijd om te laten zien wat we kunnen. Hoe bevallen de eerste maanden bij Dordrecht? Ja, een beetje sloom begonnen, op de bank begonnen hier. Maar wel ontzettend naar mijn zin. Het was wel ontzettend tegenvallen natuurlijk en wel teleurstelling van gehad. Maar ik heb het wel heel erg naar mijn zin nog steeds. En ik haal veel plezier uit de training, uit de groep. Dus in dat opzicht is het ook weer fijn om terug te zijn in de omgeving hier waar ik vandaan kom. Dus ja, vooral positieve verhalen. Alleen jammer dat ik dan op de bank begon. Maar inmiddels speel je. Klopt. Dus dat moet een fijn gevoel geven. En ook het gevoel van, dat heb ik zelf afgedwongen. Ja, precies. En die wedstrijd tegen NEC begon ik natuurlijk, nou, gelijk een goed resultaat gehaald. Dus dat was wel fijn. Daarna wat minder en dat is vervelend. Maar ja, goed, ik speel nu, dus daar ben ik wel heel blij mee.